Nou, het gevoel is dat ons iets afgepakt wordt. Hè. Het staat hier al 101 jaar en ja, iedereen die hier woont, die weet niet anders dan dat de nieuwe zweep er is. Als dat ook verdwijnt, ja, wat houden we dan over? Nou, welkom. Hier zijn jullie in een van de twee grote feestzalen van de nieuwe zweep. Hier is elk weekend feest, in ieder geval elke zaterdag. Door de week hebben we hier bijeenkomsten, vergaderingen en in het weekend vaak bruiloften en partijen. Klarenbeek en de nieuwe zweep. Nou ja, eigenlijk Café Neut, de bijnaam van de oude eigenaar. Ze horen bij elkaar. Altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Tot vorige week, toen de gemeente Apeldoorn een klein bommetje op de deurmat van cafébaas Hans Bos liet vallen. Ze hebben ons eigenlijk naar huis gestuurd met de mededeling van... We gaan jullie terugschalen van horeca categorie 2 naar horeca categorie 1. En dat houdt feitelijk in dat je hier eigenlijk alleen maar uitvaartdiensten kunt organiseren. En eventueel een bijeenkomstje zonder versterkt geluid. Zo moet je eigenlijk zien. Je hebt feesten en partijen nodig om dit financieel haalbaar te houden. En om hier ook wat te verdienen. En met deze bijeenkomsten, en dat zal vooral door de week zijn en af en toe in het weekend. Maar dat zijn... niet de inkomsten waar je het van moet hebben. Het besluit is het slotstuk van een al langlopende kwestie over geluids- en parkeeroverlast. Tonnen investeerde de cafébaas de afgelopen jaren en in samenspraak met de gemeente werd er een plan gemaakt om de overlast nog verder in te perken. Nou, hier zie je wat aanpassingen die we hebben gedaan. We hebben de hele dikke deur ingezet, 8,3 centimeter dik. Een kleine indruk van hoe dik de wanden zijn. Kleine 35, 40 centimeter dik, geïsoleerd. We hebben hierboven wat ramen dichtgemetseld. Misschien kun je het nog zien, we hebben het wel laten verven. Maar hier zaten al 16 Maar ramen. Volgens de gemeente Apeldoorn gaan die maatregelen niet ver genoeg. We hebben de afgelopen anderhalf jaar met de nieuwe zweep veelvuldig overleg gehad. En ook hun de kans geboden om een rapport te overleggen waaruit blijkt dat we die feestzaal wel kunnen bestemmen. Maar daar hebben we wel een deadline aan moeten stellen. En die deadline was nu ongeveer, zeg maar. En de conclusie van het laatste rapport wat we gekregen hebben van de nieuwe zweep is dat het onvoldoende onderbouwing biedt. Dus moeten we als college een keuze maken. Klarenbeek staat inmiddels op de achterste benen. Duizenden mensen tekenden een petitie. En vorige week nog woonden de honderden inwoners een actiebijeenkomst bij. Want die nieuwe zweep, dat is meer dan zomaar een café. De nieuwe zweep is de kroeg, is het café van het dorp en ook de enige die we hebben. Dus ja, we komen hier samen, we luiden hier het weekend in en er worden hier vergaderingen gehouden. De jeugd komt hier samen. We hebben een grote feestzaal hier en die feestzaal die wordt gebruikt voor carnavalsfeesten, maar ook voor andere activiteiten die wij onder andere organiseren als de Neutenkrakers. Ook Klarenbeeks Belang maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond het café. Ja, de angst is natuurlijk dat als de bestemming van de feestzaal af zou gaan, dat natuurlijk de exploitatie van het hele gebeuren wel toch stevig onder druk komt te staan. En dan raken we ook een ballenbak kwijt en dan raken we ook een kroeg kwijt en dan raken we ook een cafetaria kwijt. We zijn ook heel bang dat het hier dicht gespijkerd wordt en aan deze grote weg dat we hier gewoon een vervallen pand hebben staan. En dat is gewoon niet goed voor de buurt, is niet goed voor het dorp. Inmiddels lijkt de verwarring compleet, want in een persverklaring laat de gemeente Apeldoorn weten naar een oplossing te willen streven. Daar gaan we graag gesprek over aan. Dus we hebben gisteren bij de nieuwe zweep gesproken en de komende week zitten ook de technische mensen weer met elkaar aan tafel om het gesprek aan te gaan. Maar feit is en blijft, ik heb een goede onderbouwing nodig om een bestemmingsplan Raad van State proef te maken. En om daarmee zeg maar ook een goede juridische onderbouwing voor de nieuwe zweep te kunnen geven. Voor het dorp is van groot belang dat dit blijft. En daar zal ik ook tot laatste snik voor strijden.